We moeten het hebben over inzet op meer treinen. En minder vliegen binnen Europa. Het zou zo mooi zijn als wij meer gaan investeren in de treinverbindingen binnen 750 kilometer. Het is heel raar dat je voor 30 euro kan vliegen naar Barcelona en als je met de trein wil dat het zoveel duurder is. Als je met het vliegtuig gaat, dan betaal je geen btw over je ticket en je betaalt geen belasting over de brandstof in het vliegtuig. En met de trein is dat wel zo. Vliegtuigen worden eigenlijk gewoon ontzettend bevoordeeld boven treinen. En dat is een politieke keuze. Kan jij dit? Nee, ik kan het helemaal niet zo. Dat doe je het met die. Wat je moet gaan doen is eigenlijk zeggen, we gaan vliegtuigen gewoon voor CO2 laten betalen. Dan vervolgens krijg je daar opbrengsten voor en laten we die dan investeren in grensoverschrijdende treinverbindingen. Zodat treinen goedkoper kunnen worden. Zodat we ook veel sneller van Amsterdam naar Kopenhagen kunnen of zelfs naar Stockholm. Budapest, Barcelona. We moeten naar Wenen snellere verbinding krijgen. Parijs, Frankfurt. Naar Londen. Naar Brussel. Dat je naar Berlijn veel sneller kan. Dus dat soort zaken zijn mogelijk, maar je moet er als politiek voor kiezen waar gaan we ons geld in investeren. Ik vind het mooie van reizen met de trein dat je eigenlijk heel geleidelijk het landschap ziet veranderen. Dat is prachtig, niets mooier dan met een trein door de bergen gaan. Maak van treinen de goedkoopste. En de makkelijkste manier van reizen binnen Europa.